How much is it? Kom maar. We zijn even een goede... Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Dit is weer een leuke nieuwe aflevering van Netflix Trimvlog. Vandaag zijn we in België. We hebben hier een workshop met allemaal leuke trimsters en stagiaires. Ik ben hier samen met Mirjam van Oort. Mirjam gaat van alles uitleggen over de scharen en over techniek. En ik ga de mensen helpen met hondjes knippen. Ik ga zelf een demo geven. En ik heb allemaal hele leuke meiden rondom me zitten. Die heel nieuwsgierig zijn. En we beginnen gewoon met de uitleg over de kammen. Hoe je nou het beste zo'n hond goed op kan kammen. Want dat is nog best wel eens een issue. En ik heb heel veel uitgelegd. En deze rij heeft allemaal al even gekamd. Ja, hij zijn net een poedel op schoot, maar die moet gewoon af. De poedel kwam bij mij. Ja, twee kammen. Laat maar zien. Kijk, voel je die weerstand? Hartstikke goed. Als je weerstand voelt, dan voel je inderdaad dat je het hele haar, de hele lengte van de haarkant. Ik ben wel aan het draaien. Kijk eens even. Wat een verschil, hè? Dat voelt fijner. Dit wordt het beste opgekamde hondje van heel België. Kom maar. 100 keer opgekamd, ja. Superleuk. Nou, we beginnen eerst met de Sensai halve maandkam. Maar voel je dat je altijd nog een beetje weerstand voelt, ondanks dat hij echt helemaal uit de klit is? Want er is natuurlijk geen klit meer in op die bovenkant. En het is zo fijn als je hem gewoon lekker goed opgekamd hebt. Het is echt licht. Ja. Licht, hè? Ja. Ja, en ook al is hij super licht, je kan er gewoon, als er nog een klit in zit, ik doe bouvierbaarden, alles doe ik ermee. Je kan het zo gek niet benoemen, ik kan het daarmee. Goed zo. Hey, super. Komt u maar. Hey Ned, hey. Hoe is het nou om zo'n leuke vriendin uit Zierikzee te hebben? Je neemt ze mee, maar ze kunnen zich niet gedragen. Hè? Je neemt ze hey, wat zijn ze leuk, hè, onze zuidenburen. Ze zijn echt zo leuk, ze zijn zo lief. Het is helemaal niks, je gedraagt je weer niet. Eigenlijk mogen we hier niet meer komen. Ja, ik wel, maar zij niet meer. Hè? Je moet gewoon, als je me uitnodigt, zeg ik gewoon, ik neem je hem niet meer mee. Meiden, nieuwe techniek, hè, met de negen. Oh. Er gaat een wereld voor jullie open. Oh, ik ga het even filmen, net. Gaat even filmen. Ja. Dan gaat een wereld open. We scheren met de 9 mm. Door wie is die geslepen, net? Nou, weet ik niet. Hij doet het zo slecht. Hij moet nog even geslepen worden. Oh. Kijk, sommige honden vinden het een beetje eng, hè? Het is ook natuurlijk een beetje eng. Kom eens hier. Je bent ook wel een beetje een bouwvakker, Nathalie. Ja, sorry. Oh, meiden, dit wordt zo leuk. Kijk, je moet even een beetje, want ze vinden het meestal een beetje eng, hè? Ja, hij zit ook met zijn kontje buiten de tafel. Ja, dat is... Maar je hebt hem vast, hè? Ik heb hem gewoon vast. Oh, goed zo. Op. Kijk, dat zijn ouderwetse... Ja, dat een lichte keer is. Ja, die moet hem gewoon even vasthouden. Kijk, dat hele kinnetje... Ik ga even kijken hoe ver we zijn. Die mag er gewoon af. Dus een Asian style, hè? Eigenlijk. Nou, eigenlijk is het gewoon Asian. Ja. Dus dat zit gewoon bij de workshop in, jongens. Hebben jullie gewoon ook een Asian cursus? Heb je ook weer een Asian cursus erbij, hè? Kijk, ik doe tot aan de... Kijk, meiden. Zie je? Dit maak ik helemaal kort. En dat is ook fijn voor die hondjes. Dan hebben ze niet zo'n vieze sik, hè? Kijk, en als je die onderkant... Kijk, nou zie je al. Nee, maar je ziet dat dit... Dit moet eigenlijk gewoon vanaf. Laat me eens even het ruimte. Maar je zit gewoon al op je... schattig. Ach, houd toch op, mensen. Let op. Oh jee. Alles onder het oor, meiden die al op mijn trimvlog hebben gekeken. Wat er onder het oor zit, heb je niks aan. Want het oor hangt ervoor. Als je zulke dotten laat zitten onder dat oor... Ten eerste gaat het oor zo staan. Ten tweede, je hebt er helemaal niks aan. Dat haar onder het oor moet gewoon kort. Kort, je krijgt wat meer lucht in die oren. Moet gewoon kort. Het mag zelfs zo kort dat je de bewijs van spreken zou kunnen scheren. Je hebt er niks aan. Kijk, het oor valt er overheen. Wat heeft het voor zin als je hier zulke dotten met haar laat zitten? Helemaal niks. Kijk, en die lijn heb je al, hè? Zeker al.
En dan zeg je wat. Dat is niet zo. Kijk, en als je dit dan ook kort hebt, dan zie je dat dit er eigenlijk allemaal overheen valt. Het mag allemaal kort. Wat een verschrikkelijk lief hondje en wat een leuk hondje om daar om te laten zien. Kus blij. Kijk, je hebt nooit het probleem, wat ik dadelijk nog ga doen, ik ga dat lipje vrijknippen. Je hebt nooit het probleem dat mensen zeggen van ja, maar heb zo'n lange zit. En het is gewoon echt super schattig. Want je kan beter hier wat meer haar laten staan dan hier. Daar gaan ze mee eten, daar gaan ze drinken, die mondhoeken worden helemaal vies. Jammer dat ik niet zo'n goede schaar heb. Hij zou wat mooier worden als ik een wat betere schaar zou hebben. Wat scherper misschien. Oh, jammer dat jij niet kan knippen. Nee, maar, oh, dit wordt zo... Doe ik. Schat even op, want ik heb honger net. Ja, doe eens op. Waar kan jij nou honger van hebben? deze. Oh. Dus de boog doe je eigenlijk niet met de rechte schaar? Niks met een rechte schaar. Niks. Er zijn ook geen hoeken aan een hond. Hè? Het is altijd rol. Dus je doet alles altijd gebogen. Altijd gebogen, gebogen, gebogen. Bogen, gebogen, gebogen. En dan doe ik dit. Oh, zo schattig. Dit is... Toch kan je wel leuk knippen, hè? Hij is nog voor de helft niet klaar, man. Oh, ik dacht dat hij al klaar was. Let op. Geen één hond vindt dit leuk, hè? Maar het is zo leuk als het lukt. Nee, ja. Echt waar, dat vinden ze lastig. Dus neem een klein schaartje, zo klein mogelijk. Hij is heel scherp, hè? Je trekt dat lipje, hou je mond. Je trekt dat lipje een beetje weg. En dan ga je proberen om die haartjes die hier zitten... Let op dat hij niet met dat tongetje... Want dan knip je erin, hè? Dan knip je erin. Heb ik ook al eens gehad. En dat bloedt als een rund. Ja, hier. Maar kijk nou, het is zo schattig. Ga je proberen. Niet doen. Niet doen. Kijk, want dat is. Daar moet je op letten. Kijk, dat ze zeg maar zo'n lipje krijgen. Kijk nou, zo schattig. Dan hebben ze zo'n heel klein. Hoi. Oh. Maak dit niet te dik. En hoe vind je dat nou? Leuk. Jouw hond, hè? Ja. Ja. Bokje. Oh. En daarom is zo'n halve maankammetjes ook zo makkelijk. Kijk, want die kan je echt... Het zit er eigenlijk al een beetje in. En mag ze nou zo meteen zelf de andere kant doen? Ja, dat is even de andere kant doen. Oh, maar ik heb nog een hondje. Ja, nee, maar dat... Dus mag iemand gerust de andere kant doen? Ja. Iemand die zin heeft, ik ga dat kleins poppen doen. Aan de buitenkant, Nathalie, ik heb vaak dat er niet echt mooi glad is. Wat is niet mooi glad? Net laten ze even zien aan de camera hoe het er nu uitziet. Je moet even wachten, ik ben nog niet klaar, jongen. Oh, je hebt erin geknipt. Zie je? Je hebt eens het zonnetje geknipt. Bloed. Nee, toch? Ja hoor. Oh, zielig. Nou, net die strim. Nou ja, maar dat bedoel ik dus. Je ziet, het doet heel voorzichtig. Het is nog niet veel geweest. Nee joh. Maar soms doen ze net even. En dan... Dat is schattig. Maar daarom zeg ik ook, maar je kijkt daar echt heel goed mee uit, hè? Want je ziet het, die scharen zijn zo scherp dat je al doe je alleen maar heel klein, dat het echt zo doet. Ja, het is bijna niks. Dus het zal echt. Tot al bijna slapen. Maar zie je dat het helemaal niet uitmaakt als je dat lipje zo kort maakt? Ja, waarschijnlijk wel meer pinnen dit anders natuurlijk. Dit anders. Ja. Kijk, en wat ik dan ook doe is, ik knip meestal dat oortje
Nooit. Wat in de klit zit. Bob, wat heb je gisteren gedaan? Ja, ja, ja. Ik heb hem gisteren nog geborsteld. Ja. Maar inderdaad, hè, jongens, als jullie het eng vinden, let daar echt heel goed op. Want je ziet dat ik doe het heel voorzichtig. Mm, en dan doet een keer zo. En je gaat met het puntje van die schaar, neem je net een... Zal ik een flintertje mee? Aan de slijper vragen of hij ze wat potter maakt voor jou? Ja, misschien beter. De puntjes alleen. Of misschien wat ander soort scharen meenemen voor je. Een plastic schaar. Ja. Oh, dat zou, ja, dat zou wel eens een uitdaging zijn, net. Knip je hond met een kinderschaar. Kindvriendelijk. Het zal allemaal meevallen. Want... Ja, te schattig. Maar dit is toch schattig, jongens? Ja. Kijk, je hebt een mooie lengte, zie je? En Nathalie, aan de zijkanten van de oren naar het oog, knip je daar om achteruit je nog mee een rechte schaar? Nee. Nee. Of gebogen? Nee. Gebruik je ook geen gebogen? Nee. Alles met een evenleerschaar. Maar moet je kijken hoe scherp die is. Ja, dat zal ik van de week wel zien als ik er zelf in mee knip. Hoe je weer hebt zitten molesteren. Ah, missen jullie die onderkant? Nee, ik vind het schattig. Ja. Ik vind het echt te schattig. Ik mis die onderkant niet. Maar dat is wel iets dat ik als laatste ga doen. Want ik hou de haar hier beneden. Hey Ned. Hey. Kon je uit je stoel komen? Hoe vind je het nou vandaag? Nou, ik ben het wel gewend. Hoe vind jij het? Kom eens af hier. Jullie hebben beide hard gewerkt van de podcast. Enorm. Vlaamse sarcasme. Jongens, zeg even hoe hard Mirjam gewerkt heeft. Dat heb ik net gedaan. Nou, we doen even maar... Bedankt, meteen. Dat je weer mijn veilige handen toe hebt gebracht. Ik ben 2 uur gechauffeurd heb voor je. Kijk, dat ik je schaar mag gebruiken vandaag. Nou, volgens mij wil ik niet veel zeggen hoor. Maar dit is een high-tech schaar en die doet het ook mega goed. Deze camera gaat een beetje raar doen, zie je het? Laat hem maar even los. Nathalie, ik ga zo en bedankt voor de workshop. Hé, hey, doei, ik zie je morgen. Ik zorg dat je sluitwerk erop komt, hè? Nee, rustig. Goed zo, kijk. Zo gaat het al beter. Zie je? Een beetje jammer van die schaar. Nou ja, mijn sensor die ligt daar wel. Ja? Kijk, je ziet het ook. Hij doet het ook niet zo goed. Nee, dus kan je beetje, zien? Het is een beetje jammer, deze schaar. Ja. Dus ik moet echt even dadelijk mijn sensei hebben. En weer met die Eve, hè? Gewoon om het feit dat ik er dan niet zo... Wil je een andere verleerschaartje? Nou, ik wil graag mijn eigen sensei. Ah. Ja, oh je nee, schaar. Allee, het zijn dat je zelf gewoon zit, is natuurlijk altijd... Makkelijk. Maar je hebt wel een leuke dag net. Ik heb een hele leuke dag met die meiden. Die waarderen me tenminste. Die vinden mij namelijk wel een goede trimster. Ja, maar je weet toch, als ik met je moet rijden, dat ik ook moet rusten. Kijk, kijk. Dat is hem. Die moeten we hebben. Oh. Kom eens even hier. Nog gelijk in dat oor knippen. Ja. Dit is uit de pupset. De puppy. Ja. Dat is nog wel wat anders, hè? Ik zie dat ook liever. Zoals die van ons ook. Ja? Ik hoop dat je meer op plek. Dat zijn ze op de. Je weet dat we morgen weer een dag hebben, maar dan mag jij heel de dag zitten, hè? Meen je? Ja. Want jij gaat poedels knippen. Nee, ik ben daar gewoon met de scharen. Oh, meen je? Ja. En jij mag lekker heel de dag... Ga ik vragen of Arjen ook meegaat. Want die is natuurlijk dol op die Belgische dames. Ja, dat is leuk. Kom eens hier. En die gaat waarschijnlijk wel mee. Kijk, het is wel echt mega leuk. Kijk, en dan maakt het ook helemaal niet uit als het korter is, als die oortjes gewoon wat korter zijn. Is dat echt? 10 jaar jongens. Oh, mooi hoor. 10 jaar jongens. Ja, maar wat op wat een kopje had. Kijk eens hoe schoon. Je moet wel zorgen, serieus, dat die oortjes wel netjes en strak afgewerkt zijn. Hoe heet die nou? Adolf. Echt zorgen. Want dat zie je ook wel eens, hè, dat hier allemaal nog van die haren zitten. Kijk, en zo maakt het ook helemaal niet uit als het er al een beetje korter is. Je kan hem zo ook een beetje korter maken. Bidoe. Echt heel leuk. Als je maar wel zorgt, je mag dadelijk de andere kant doen, dat je er niet... Ja, goed, het kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar kijk,
Scheer je de als je ze kort hebt, scheer je ze al? Ja, meestal. Nou, ik doe ze ook wel eens kort, want dan zeggen de mensen, ik wil ze wel kort, maar niet zo kort. Mm-hmm. Dan knip ik ze gewoon op het randje af. Snap je dat hier nog gewoon wat haar op zit? Maar ik vind dit echt mega leuk, hoor. En omdat hij natuurlijk best een heel kort gezichtje heeft, is het echt heel leuk als je die oortjes ook gewoon wat korter maakt. Te schattig. Zo, dit vind ik ook zo leuk, dat dit zo kort is. Ja, dat is ook leuk. Kindertje. Ja. Ja, maar dat is ook leuk. Nou Ned, ik heb heel de dag verslag gedaan. Ja. Ik ben er een beetje moe van, want ik ben natuurlijk en chauffeur en... Ja, ik snap het. En schade heb ik gedaan. Ik wil er een eind aan maken. Ja. Niet aan mezelf, maar aan dit heel... Ja, dat kan. En dit vlogje. Ja. En ik weet zeker dat dit heel goed bekeken wordt, want je staat er zo prachtig op. Ja, leuk hè? Ja. Nou, oké. Dan wil ik graag de vlog afsluiten. Dan zeg ik doei doei tot de volgende vlog. Doei doei allemaal. Doei.